Ik ga jullie laten zien hoe je op de natuurlijke nagel een tik plaatst en hem gaat blenden. Ik heb de nagel al voorbereid met de Pro Pusher. Wat je wel gaat doen is de nagelplaat heel goed reinigen. Want anders kan de hechting van de tip wel eens loslaten. Ik gebruik de nagellijm van Harmony. En ik heb de tippen uitgezocht. Je moet er altijd voor zorgen dat ze aan beide kanten heel goed sluiten. Ik breng een beetje lijm aan op de natuurlijke nagel aan het randje. En op het randje van de tip. Dan moet je zorgen dat je hem recht plaatst. Dat hij helemaal vol loopt met de lijm. Ik ga hem in de gewenste vorm knippen. En dan ga ik hem blenden. Ik blend hem met de Astonishing Buffer. Het mooie van deze vel is dat hij een vel heeft en een buffer. 100-180 grit. Meestal gebruik ik wel een vel die al wat vaker gebruikt is door mijzelf. Altijd wel goed reinigen. Omdat je anders misschien de randjes bij de nagelriemen kunt beschadigen. Ik begin aan de ene kant te vijlen. Dan aan de andere kant. En dan gaan we de bovenkant blenden. Waar je voor moet uitkijken is dat je niet op de natuurlijke nagel komt. En zoveel mogelijk alleen op de tip. Dan ga ik van de ene kant naar de andere kant. Zodat je het randje niet meer ziet. Het mooie van deze vel is dat je dus ook een buffelkant hebt, waardoor je tussendoor even kunt controleren hoe ver je nog moet. Nou, hij is eigenlijk al bijna verder geblend. Ik zie hier nog een heel klein randje. Dan ga ik nog even het mooi afwerken in de gewenste vorm. Nog een keer met de buffer erover. En zo heb ik eigenlijk een hele mooie geblende